Oké, jongens, pak me weer op. De vorige keer hebben we gesproken over dichtste bolstapeling. En daar beschouwden we atomen als bollen die ten opzichte van elkaar bijvoorbeeld geen lading hadden. Nou, ik wil nu kijken met jullie naar kristallen en dan heb je een ander verhaal. En dan zie je ook al, in dit plaatje zie je het al, je hebt een grote bol, je hebt kleine bollen. Je hebt grote en kleine atomen die in één keer meespelen. En de lading speelt een rol. En wat je dan krijgt is een rooster. Dat is dit beeld, het totaalbeeld. Ik heb hem hier mee. Dit is het rooster van keukenzout. Ik zal hem even voor je voor neerleggen. Dat beschrijft het gehele systeem. En dan kijk je naar de repeterende eenheid. En dat is hier in dit geval in groen weergegeven. Dit is dan de eenheidscel. En met deze repeterende eenheid is de kleinste eenheid die je kunt maken om daarmee het hele rooster te verklaren. En deze twee zijn nu gebonden aan lading en grootte van het atoom. En dan verandert de boel toch een beetje. Nou, waarom is het zo van belang dat je hier toch iets van weet? Omdat het soms heel veel belangrijke eigenschappen kan hebben. En dit is een leuk voorbeeldje. Ik ben zelf een beetje van de mineralen, dus ik pak een beetje de mineralen hobby eruit. Het kristal, ik zal even naar de kant leggen. Het is kristal serpentijn. Hieronder zie je hem. Dit is een filosilicaat. En we zagen dat eigenlijk ook met grafiet. Dan was het laagje op laagje voor laagje. En op die manier had je een smeermiddel. Nou, hier zie je eigenlijk een beetje hetzelfde. In het grijs, dit zijn silicaatgroepen, SiO2 groepen. Zie je in deze richting. En dan zie je wat ijzeratomen nog zitten. Nou, je ziet hier ook die laag en hier weer zo'n laag. Er zijn ook weer lagen die over elkaar heen. En dit doet hetzelfde als grafiet. Dit is ook een soort natuurlijk smeermiddel. Dit mineraal kom je heel veel tegen tussen in het Alpengebied. En daar botst de Afrika-plaat tegen de Europa-plaat aan. Die Afrika-plaat duwt als het ware de Europa-plaat omhoog. En dat vormt die Alpen. En dat glijdt ze over elkaar heen. En gelukkig zit het element, het mineraal serpentijn daartussen. Wat er eigenlijk voor zorgt dat die platen relatief makkelijk langs elkaar heen kunnen schuren. En dus dat je niet zoveel last hebt van aardbevingen. Nou, heel anders is dat aan de kust van Amerika, met name de westkust. Daar hebben die platen die langs elkaar heen schuren. Daar zit dat mineraal serpentijn niet. En dat gaat dus ook vaak gepaard met heftige aardbevingen. Dus zo zie je dat iets wat op atoomniveau gevormd is, zelfs op heel groot niveau, toch al een heel groot effect kan hebben. Dus, leuk vak. Nou, hoe ziet het er dan uit? Nou, het leuke is, ik ga hier keukenzout, ik zal hem nog eens bijpakken. En dat vormt deze kristallen, zoals je hier ziet. En dat zijn dus ook echt kubussen. Dus dat wat je op atoomniveau ziet, dat zie je dus ook echt op macroniveau terug. Nou, als je dan hier kijkt, dan zie je hier natrium en daaromheen chlooratomen. En wat je dan eigenlijk ziet, is dat het natrium door 6 chlooratomen is omringd. Natrium zit dus in een octaeder. En voor chloor zie je hetzelfde. Daar zitten weer 6 natriums omheen. Dus ook chloor zit hier in een octaeder. En je ziet dat het op deze manier netjes afwisselt. Dat komt natuurlijk. Deze is positief geladen. Die is negatief geladen. Dus die is positief geladen. Die is negatief geladen. En die trekken elkaar aan. Maar ja, aan die kant zit natuurlijk ook een chloor. En daar zit ook een chloor. En daar zit ook een chloor. Dus er is een soort evenwicht door die ladingsverschillen, wat ervoor zorgt dat je nu een mooie kubus krijgt. Nou, vanuit de dichtste bolstapeling zou je nou zeggen dat dit simpel cubic is. Dus dat is niet de meest efficiënte dichtste bolstapeling met een coördinatiegetal van 6. Maar op die manier gebeurt dat dus door die lading. Nou, het is niet alleen de lading die een rol speelt, positief negatief, maar ook de atoomstraal die een rol speelt. Nou, het vorige college zagen we al, tenminste bij kwantum zagen we al, dat naarmate je naar beneden gaat, je er steeds een schil bij krijgt. En dus dat je atoomstraal groter wordt. En als we die kant op gingen, dan nam de atoomstraal af. En dat kwam deels omdat er natuurlijk de massa van de kern wat groter werd. Maar ik was vergeten te vertellen dat natuurlijk ook de lading van die kern, er komt steeds een proton bij, die wordt natuurlijk ook groter. En dus heb je die positieve en negatieve aantrekkingskracht ten opzichte van de elektronen. Ja, die trekt de bol natuurlijk naar binnen. Dus door de lading van de kern te vergroten, gaan die elektronenbanen worden naar binnen getrokken. En dus zie je hier hele kleine atomen en hier dus hele grote atomen. En dat gaat natuurlijk ook een rol spelen wanneer je naar kristallen kijkt.
Nou, dat de atoomschouten doet, laat ik even zien aan het volgende plaatje. Ik pak even dit atoom, cesium, dat is een hele grote. En ik pak even deze chloor, dat is een kleinere. En dan krijg ik deze cesiumchloride. En wat je daar ziet, is dat die cesium, deze hier, die wordt omringd door 8 chloor. Cesium is natuurlijk zelf heel groot. Die chloor is klein, dus hij kan omringd worden door 8 chloratomen. Datzelfde als een body-centered cubic en dat heeft een coördinatiegetal van 8. Nu lijkt het zo, als je naar zo'n eenheidscel kijkt, dat je dan bijna zou zeggen het is cesium Cl8. Maar dat is het niet. Want zoals je ziet in het volgende plaatje, ik zal even de pointer erbij pakken, wordt dit cesiumatoom gebruikt niet alleen deze chloor, alleen die gebruikt ook die chloor en die gebruikt ook die chloor. Dus die chlooratoom wordt als het ware gedeeld. Dus eigenlijk moet ik hier zien, deze telt voor 1/8 mee, die telt voor 1/8 mee enzovoorts. Dus die bruto-formule klopt wel degelijk, maar het kan soms wat vertekenend lijken als je naar zo'n eenheidscel kijkt. Nou, dit is een extreem voorbeeld van een heel groot atoom versus kleine atomen. Als ik dat dan breng naar lading en ik neem calcium als 2+ en de fluor als 1-, dan heb ik natuurlijk een ladingsverschil. En dan zie je dat die calcium wordt omgeven door 8 fluoratomen, maar dat fluor zelf maar wordt omgeven door 4 calciumatomen. Dus dit is een tetraederomringing met coördinatiegetal van 4. En dit is een octaederomringing met een coördinatiegetal van, nou, niet eens een octaeder, en wordt omringd door 8. Nou, bij titaandioxide heb je dat ook. Titaan is 4+ geladen, zuurstof is 2- geladen. Dus voor elke titaan verwacht je 2 zuurstoffen eromheen. Nou, dit is titanium, die kleine gele hier. En die wordt omringd door 6 zuurstoffen. Maar zuurstof zelf wordt maar omringd door 3 titaniums. En dan zie je dus ook, dit was nog een kubisch kristalrooster. Maar rutiel is wat ze noemen een tetragonaal kristalrooster. Waarvan 1 as veel langer is dan de andere 2 assen. En dat zie je dus ook, dit is nog een kubische kristalvorm. Het is ook duidelijk nog een kubus, deze fluoriet. En deze rutielkristallen, die titaandioxidekristallen, die zijn langwerpig van vorm. Als ik dan over kristalvormen praat, dan wil ik eigenlijk dit voorbeeldje nemen. Calciet. Nou, calciet is een calciumcarbonaat. En je ziet hier de carbonaat. De groen is de calcium. Dan weer een carbonaat, dan weer een calcium enzovoorts. Dit is hoe het op atoomniveau is opgebouwd. Maar als ik nu kijk naar de kristalvormen van calciet, dan zie je dat ik heel veel verschillende vormen heeft. Calcium heeft uit mijn hoofd zo'n 900 verschillende kristalvormen. En die worden veroorzaakt door de chemische samenstelling en de fysische omstandigheden die je hebt tijdens het kristalliseren. Nou, calciet wordt diep in de aarde gevormd onder hele hoge druk, onder hele hoge temperatuur. Vanuit superheet water wordt dit gevormd. En dat kan het dus zijn dat je dus of deze vorm krijgt, of die, of een van de andere vormen. Op atoomniveau ziet het er allemaal wel zo uit. Maar toch zie je dat de kristalvorm uiteindelijk anders kan zijn. Het kan ook extremer. Je kunt ook dezelfde chemische structuur, dezelfde chemische formule hebben, maar dat je toch op atoomniveau twee echt andere kristalstructuren hebt. Dus het kan dan of calciet zijn, wat diep in de aarde werd gevormd, onder hoge druk, hoge temperatuur. Of bijvoorbeeld het mineraal aragoniet. Ook dat is chemisch exact hetzelfde. Ook dat is een calciumcarbonaat. Maar je ziet, de structuur is veel losser en veel minder scherp opgebouwd als deze structuur. Zo lijkt het. Dit wordt aan het oppervlak gevormd onder normale druk. Vanuit een waterige verzadigde oplossing krijg je dan deze aragonietkristallen gevormd. Andere reactieomstandigheden, andere vormingsomstandigheden. Daardoor ook een andere kristallijne vorm en dus ook een ander mineraal. Nou, via röntgendiffractie, XRD, kun je deze twee structuren van elkaar onderscheiden en kun je er ook in kaart brengen. En die hebben natuurlijk echt fysieke andere eigenschappen, dus daar kun je ook weer andere dingen mee doen. Dus als je geïnteresseerd bent in materiaalkunde, dan is die techniek XRD dus een hele belangrijke techniek om daar wat meer over te vertellen. Nou, tot zover dit onderdeel over kristallen. En dan pak ik hem hierna op. Niet meer naar vaste stoffen, maar dan gaan we meer kijken naar oplossingen en vloeistoffen. En dan gaan we naar kristalveldtheorie kijken. Dankjewel!